Ik ben Daan Weddepol en ik ben oprichter van Peerby. Peerby is een website en een app waarmee je spullen kan lenen van mensen in de buurt. Dit evenement gaat over innovatie. Hoe innovatief is Peerby? Ik denk dat het wel behoorlijk innovatief is. Wij innoveren op het gebied van businessmodel, op het gebied van psychologie, op het gebied van matching algoritmes. Ik denk dat op ieder vlak wat we aan het doen zijn, dat we echt aan het ontdekken zijn hoe het moet en dat er niet een gebaand pad al is. Dus volgens mij is het wel innovatie. Hindert je dat ook? Snappen mensen voldoende waar je mee bezig bent? Dat is wel een obstakel, ja. Gewoon puur in tijd. Want we kunnen niet iets van een bestaand product van de plank trekken en zeggen... marketing per wijk, dat doen we even zo en zo. Wereldwijd schaalbaar. Dat moeten we echt zelf ontdekken. En het hindert inderdaad, in die zin kan het ook hinderen. Omdat je moet heel veel credibility opbouwen voordat het lukt om mensen mee te krijgen. Maar dat gaat wel steeds beter. Dus, ja. Ja. Hey, je zegt we zijn heel innovatief. Wat is voor jou innovatie? Innovatie is voor mij iets doen wat nog nooit eerder is gedaan. En ik geloof dat de definitie volgens de WBSO, hè, die speur- en ontwikkelsubsidie die je krijgt, is dat je iets doet wat je zelf nog nooit eerder hebt gedaan. Maar ik probeer iets te doen waarvan ik het gevoel heb dat het überhaupt nog nooit eerder is gedaan. Dat is volgens mij echt het toppunt van innovatie. En is het voor jou belangrijk dat jullie innovatief zijn? Is dat belangrijk? Dat vind ik leuk. Dat is waar ik warm van word. Ik wil graag ontdekken. Dus verandering is voor mij een soort warme deken. Waar denk ik voor veel mensen die willen het liefst dat dingen zo blijven zoals ze zijn. En ik vind het juist interessant om na te denken over de toekomst. En hoe kun je echt helemaal nieuwe dingen creëren. Ja. En hoe veranker je dat in je bedrijf? Hoe zorg je dat je hele bedrijf dat is? Dat is nog best lastig af en toe. Omdat ik me soms onvoldoende realiseer hoezeer ik zelf altijd bezig ben met verandering. Maar hoezeer voor veel andere mensen toch gewoon normaal is om te blijven doen wat je doet. Dus ik probeer altijd uit te leggen dat wij een tijdelijke organisatie zijn die op zoek is naar wat wij uiteindelijk gaan worden. Dus dat als we vandaag doen wat we gisteren deden, dan gaat er iets niet goed. In principe moeten we ontwikkelen en zoeken. En is er altijd dus is verandering en groei is de constante. En dat bewustzijn probeer ik iedere week wel op de een of andere manier helder te krijgen. En als je het hebt over de structuur van je bedrijf, zit die anders in elkaar dan een gewoon bedrijf? Eigenlijk wel mee. In die zin merk ik wel dat je op een gegeven moment ook op een soort grens komt. Althans ik. Van waar, op welke vlakken wil ik nou allemaal innoveren? Want hoe meer onbekendheid je hebt, hoe moeilijker het natuurlijk is. Dus bepaalde, als er een soort van best practices zijn, proberen we die wel een beetje aan te houden. Ik zou heel graag veel meer nog innoveren, ook op het vlak van aan de achterkant van het bedrijf, van onze bedrijfsvorm en noem maar op. Veel meer kijken, zouden we een soort crowd-achtig bedrijf kunnen zijn? En nu zijn we gewoon een BV, een hele traditionele vorm. Dat zou ik wel willen doen, maar ik merk ook dat ik al aan de voorkant zo aan het innoveren ben. Dat ik denk, ja, als ik dat ook nog moet doen, dan ja. Hey, is Nederland een goed land voor innovatie? Ja en nee. Als ik heel kritisch zou zijn op Nederland, dan denk ik... En dat is wel grappig dat ik zo begin trouwens. Als ik heel kritisch zou zijn op Nederland, dan denk ik dat kritisch zijn te zeer wordt gezien als een kwaliteit. Dus dat in Nederland dat we onszelf vaak heel slim en heel goed vinden als we kunnen aanwijzen waarom iets niet zou kunnen lukken. Terwijl ik denk als je echt wil innoveren, echt iets nieuws doet, dan zijn er 999 scenario's waarin het fout gaat en eentje waarin het goed gaat. En dat is uiteindelijk volgens mij waar de kwaliteit zit, dat je kan vinden wat is het dan wel. Want dat dingen niet lukken, ja, dat is heel makkelijk. Dat kan ik zo overal dingen aanwijzen en redenen geven waarom het niet zou gaan lukken. Ja. Hey, enerzijds wel, anderzijds niet, zei je. Maar ja. Voor mij heb je nu de helft van het verhaal verteld. Ja, dus waarom is Nederland wel innovatief? Ik denk dat we een relatief veilig land zijn. En dat, ik denk dat we dat ons niet altijd realiseren. Maar je kan hier gewoon heel veel doen. Ik denk dat je, hoe meer je moet vechten voor je bestaan, hoe moeilijker het is om te zeggen, weet je wat, ik ga eens even wat risico lopen. Aan de andere kant, en als je begint... Aan de andere kant is dat ook een beperking, denk ik. Omdat in Nederland het allemaal zo veilig is, kun je ook zeggen, ja, waarom zou ik uit dat makkelijke bestaan stappen? Dus het is... ik vind het moeilijk. Ik zit te denken aan Amerika en hoe daar ondernomen wordt, hoe mensen daar vanuit niks iets groots opbouwen. Dus het heeft volgens mij
het heeft iets moois om niks te hebben, want dan kan het alleen maar beter worden. Dus daar ga je innoveren. Maar je zou ook juist kunnen zeggen, de veiligheid is een hele mooie basis om gewoon iets te gaan proberen. Want wat kan er nou fout gaan? Je hebt altijd nog die basis. Ja, dus het is een half antwoord, maar zoiets. Ja. Hey, hoe lastig is het, zeg maar, die wereld en de technologie verandert eigenlijk steeds sneller. Hè? Ja. Hoe moeilijk is het om daarin te opereren? Word je daar niet onrustig van? Ik word onrustig van alle kansen die ik zie. Want er is zoveel mogelijk en je kan dus maar zo weinig doen. Hè? Dus er is altijd een belemmering in de hoeveelheid tijd en de hoeveelheid mankracht die je hebt om dat uit te voeren. Dus in die zin word ik er wel onrustig van. Dat ik denk, ik wil veel harder nog. Maar ik vind het fantastisch dat we in tijden leven waarin dus hele nieuwe dingen kunnen ontstaan. Waarin oude patronen helemaal aan het verdwijnen zijn en iets nieuws ervoor in de plaats komt. En ik denk dat nieuwe altijd beter is. Ja. Als je zeg maar hoger level even naar je eigen bedrijf kijkt en je moet daaruit destilleren, wat zijn voor jou randvoorwaarden voor innovatie? Ik denk dat het gaat om te innoveren moet je volgens mij werken vanuit passie en niet vanuit angst. Dus echt de zin volgen, de zingeving volgen. En gewoon, volgens mij kun je, innoveren is iets moeilijks. Want er zijn een heleboel mensen die zeggen, dat kan niet, dat lukt niet, dat werkt niet. En dan moet jij jij degene zijn die dan iedere keer zegt, nou, ik ga het toch proberen. En ik ga toch weer verder en ik ga toch weer een stap zetten. Dus volgens mij kan dat alleen maar als je daar echt zin in hebt. Als je echt het in je hart hebt gesloten wat je aan het doen bent. Wat is een andere randfactor? Ja, dus niet proberen vast te houden aan wat er is, maar telkens met een schone lei proberen te beginnen. Te beginnen alsof je vandaag bij nul weer begint. Want alle legacy die je opbouwt, houdt je ook weer tegen. Wordt ook weer een risico, wordt ook weer iets wat je kan kwijtraken. Dus als je proberen te leven met het gevoel alsof je begint bij nul. Hey, als je zoveel mogelijkheden ziet, zowel binnen je eigen bedrijf als erbuiten, is het voor jou moeilijk om je te concentreren op zeg maar, één bedrijf? Ja, nou, één bedrijf valt wel mee. Maar dus ik focus me volledig op Peerby. Maar wat ik lastig vind is om soms nee te zeggen tegen kansen. Ik zie heel veel kansen en ik krijg heel veel kansen. En om dan toch te denken, nee, terug naar die basis en dit past er nu toch even niet bij. Dat vind ik het allermoeilijkste. En ik heb vaak het gevoel dat ik veel te veel eigenlijk aan het doen ben. Ik nog veel meer gewoon zou moeten zeggen, alleen maar dit, alleen maar dit. Ja. Maar je glimt er nog steeds bij. Ja, ik vind het nog steeds leuk. Dankjewel. Dank je.